صفة الوضوء. De wijze van de rituele wassing. ينوي بقلبه. Hij neemt daarvoor de intentie. Hij zegt vervolgens bismillah. Vervolgens is aanbevolen om zijn handen te wassen. Hij neemt vervolgens water met zijn rechterhand. Hij neemt het water op in zijn mond. En snuift het op met zijn neus. En hij spoelt zijn mond met water van... Het water gaat van de wang naar wang. En gooit het er weer uit. En bij het opsnuiven van het water en het snuiten. Snuiten doe je met links. Het opnemen, het opsnuiven doe je met rechts. Vervolgens wast men zijn gezicht. Ja, de grenzen van het gezicht zijn vanaf de kin, onderkant van de kin, tot aan het haar van op het voorhoofd, dus waar het haar van het hoofd begint of eindigt, en van oorlel of oorpunt tot oor, horizontaal. Vervolgens wast men zijn rechterarm van de vingertoppen tot en met de elleboog. Het is niet voldoende om alleen de elleboog te wassen tot en met de polsen, maar de gehele arm. Nou. En men begint uiteraard met rechts en vervolgens met links. Dat doet men één keer of twee keer of drie keer. Ja. Alle ledematen die gewassen dienen te worden tijdens de wudu, die wast men één of twee of drie keer. Behalve het hoofd en de oren, die was je maar ten alle tijde maar één keer. Dus nooit twee of drie keer. Dus vervolgens, na de ellebogen te hebben gewassen, veegt men over zijn hoofd van voor naar achter. Ja, dus je gaat van voor je hoofd tot je achterhoofd, waar je haren eindigen, aan je achterhoofd, en dan ga je ook weer terug. Ja, hij stopt zijn wijsvingers in zijn oren. En met zijn duimen veegt hij de achterkant van zijn oren. Vervolgens wast men zijn rechtervoet. En neemt men zijn enkels daarin mee in zijn hak. En dan begint men ook weer eerst met rechts en vervolgens links. En men dient geen water te verspillen, maar met weinig... met weinig water te doen. Men wast geen de bovenkant van de enkels tot aan de knie wast men niet, dus geen scheenbenen. En ook niet de nek. En ook niet de wat voorbij de ellebogen gaat, tussen de ellebogen en de schouders in. Als men klaar is met de wudu, dan sluit men dit af met de bekende smeekbeden. En daarmee is men aan het einde gekomen van de rituele wassing. Nou.